Hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat is kortweg het werk van ORO. Om die hulp waardevol en efficiënt te maken, biedt ORO verschillende diensten aan. De vraag van de cliënt staat daarbij centraal. De kennis en ervaring die ORO inzet is gericht op persoonlijke groei, ontwikkeling of welbevinden. Vidoom Professioneel is hierbij een waardevol hulpmiddel voor de intramurale zorg. Met deze efficiënte domotica-toepassing wil ORO de zelfredzaamheid van cliënten vergroten. Domotica-toepassingen voorheen werden vooral gebruikt als akoestische bewaking van de cliënten in de nacht. Maar de technologische ontwikkelingen laten veel meer mogelijkheden zien van toepassingen van techniek in en om huis. Om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en de ondersteuning te bieden op hun zorgvraag middels techniek. We hebben voor Vidoom gekozen omdat de zorgvraag van de cliënt in het Vidoom-concept heel goed tot uiting komt. De zorgvraag van de cliënt is leidend en we kijken samen hoe we de beste oplossing middels techniek in de leefsfeer van de cliënt toe kunnen passen. We zijn nu op locatie het Rijtven, waar hoofdzakelijk meervoudig complex gehandicapten wonen en verblijven. Daar is de bewaking intensiever dan bijvoorbeeld in de gezinsvervangende tehuizen of de buitenlocaties zoals wij die noemen. Waarin wat minder middelen worden ingezet, maar toch ook wel bewakingsvragen zijn. En die kunnen we heel zorgvraaggericht of cliëntgericht inzetten middels het Vidoom systeem. Dit is de kamer van Henry. Henry die heeft dus een verstandelijke beperking en zware epilepsie. Voor zijn veiligheid 's nachts en de controle is er een alarmsysteem ontwikkeld. En bij hem in bed en rondom zijn bed bevestigd. Hij heeft, ja, zoals wij dat noemen, een EPI-alarm. Er zit hier een sensor in zijn matras of tegen zijn matras. Als hij nou 's nachts een toeval krijgt, gaat bewegen, draaien, dan gaat de alarm. Dan hoor je nu ook een piepje. Dus er staat nu een melding in. Duurt dat langer dan een minuut, dan gaat er naar de centrale op het Rijtven van de ORO, naar de camera. Die kunnen dan inloggen bij Henry. En die zien zijn gezicht in beeld en zijn toestand van dat moment. Schatten hun nou in, er moet begeleiding bij komen, dan bellen ze naar de Smalle Haven. Hier is een slaapwacht, dus hier ligt iemand in bed 's nachts. Nou, die wordt gebeld, die gaat bij Henry kijken en hulp verlenen als dat nodig is. Ja, dit is een werkstation van de zorgcentrale waarop wij ongeveer 300 cliënten bewaken. Voor het grootste deel is dat hier op het terrein, maar we hebben ook zo'n tiental buitenlocaties die wij middels het Vidoom-concept bewaken. De bewakingsvormen zijn heel divers. Hier op het terrein, zeg maar, is het hoofdzakelijk akoestische bewaking met, zoals ik dat altijd noemde, nevenindicatoren. Dus alarmeringen die aan bed zijn aangebracht voor de detectie van epilepsie of deurcontacten of optisch scans uit bedmelders. Die worden van hieruit bewaakt en achter ieder cliënt hangt ook een bewakingsprotocol waarin we afgesproken hebben met elkaar wat we met alarmeringen doen. En wat de opvolging van die alarmeringen moet zijn. Continuïteit is cruciaal voor ORO. Daarom wordt het onderhoud en beheer van Vidoom buiten kantooruren gedaan door leverancier Mextal. Dat is een hele zorg minder. Wat levert Vidoom onze organisatie op? Ik denk een stukje kwalitatieve zorg. Zoals men vaak zegt, ook een stukje efficiëntie. We kunnen met minder mensen die rondjes lopen zoals vroeger, de nachtrondes van de nachtdienst, kunnen we met wat minder mensen toe, maar dat is geen uitgangspunt. Voor Henry geeft het een hele geruststelling dat hij weet dat er 's nachts in ieder geval naar hem wordt gekeken als het nodig is. En voor de familie ook een stuk geruststelling. De zorg is zo goed gewaarborgd, er wordt goed voor onze zoon gezorgd. We hebben met Vidoom verschillende fases doorlopen. Domotica 1.0 of 2.0. Ik kan wel zeggen dat 3.0 eraan komt. En wat houdt het nu in? Wij willen heel graag onze zorgcentrale uitbreiden. We gaan het systeem steeds verder uitrollen over onze organisatie. Hier in de Peel, in de Brabantse Peel. Maar we zullen ook samenwerking gaan zoeken met andere organisaties om mogelijk diensten te gaan verrichten voor andere organisaties. En samenwerking aan te gaan op het gebied van nachtzorg en bewaking.
Oro is klaar voor de toekomst en kan cliënten ondersteunen bij de eigen regie over hun leven. Moderne hulpmiddelen als Vidome zijn daarbij tegenwoordig onmisbaar.